Kassie kijken met Ron Vergouwen. Omroep Max geeft ouderen een stem op tv. En ook presentatoren, want ja, als iemand zijn werk goed doet, dan hoeft hij niet ingewisseld te worden voor een jong ding, zou je zeggen. Maar je kunt het ook overdrijven. Deze week werd door Max geëxperimenteerd met 100-jarige presentatoren. Goedenavond, welkom. Dit is Hallo Nederland van maandag 17 november. We worden steeds ouder. Er is komen er steeds meer van ons 100-plussers. Hoe hou je het leuk tot je 120ste? Ja, de presentatie gaat misschien ietsje langzamer, maar de onderwerpen, die waren nog behoorlijk modern. De bucketlist is een lijstje met wensen wat je nog gedaan wil hebben voordat je doodgaat. Voor ons nog ongelooflijk ver weg. Toch zijn er leeftijdsgenoten die zich er al wel mee bezighouden. Maar toch, ouderen hebben wel zo hun grenzen. Kent u de Python? De Python? Ik weet niet wat het is, joh. Sla je me dood. Dat is een achtbaan en die gaat over de kop. Ja? Zullen we daarin gaan? Nee, dankjewel. Ik ben er genoeg al over mijn kop geweest. Kijk, dat is het leuke. Ouderen zullen zichzelf niet snel verloochenen. Ze doen alleen dingen die bij ze passen. En dat kan een hoop levenslust en leuke tv opleveren. En zie daar het geheim van een reislustige Erika Terpstra. De auto is dus van 1949. We zijn dus bijna even oud. En we hebben nog iets gemeen. We lijken alle 235. Ook het gevoel voor rechtvaardigheid trok de laatste weken veel ouderen voor de camera's. Onder andere Ben Oude Nijhuis. Hij mocht vorige week bij Pauw zijn zegje doen over de misstanden in de ouderenzorg. En deze week overleed hij. Gepassioneerd tot zijn laatste snik. Er is te weinig personeel. Twee mensen voor een nacht, voor vier afdelingen. Want er zitten geloof ik 100 patiënten daar. Ik vind het schandalig. Ja, en ook Seth Gaaikema wilde tot vlak voor zijn dood zijn verhaal vertellen op tv. Gisteren was zijn laatste interview te zien in Sterren op het Doek. En dat je dat als kijker weet, maakt zo'n interview behoorlijk emotioneel. Vooral als Seth spontaan zijn leven gaat samenvatten in één gedicht. Ik heb altijd onder druk gezeten. Geduwd werd ik als tegen een muur. Ik was door mijn afweer glad vergeten dat het leven is vrij avontuur. Laat ze elkaar me verder drukken. Ik doe bewust een stap opzij. Want die muur wordt niet omvergeworpen. Maar de rest van het leven is voor mij. Ja, een leven lang werken in de spotlights, dat geeft je energie. Het eist vaak ook zijn tol. Het kan funest zijn voor je gezinsleven. Maar je kunt diezelfde camera dan daarna ook gebruiken om zo'n fout te herstellen. Die opmerkelijke stap namen Elie Asser, inmiddels 95 jaar en de bekende schrijver van vele tv-series, en zijn dochter Hella de Jonge. Vele jaren hadden ze een slechte relatie met elkaar, maar voor een persoonlijke documentaire kwamen ze weer nader. Zo vertelden ze in De Wereld Draait Door. De beroemdheid van mijn vader was voor hem gewoon heel belangrijk. U was niet zo'n goede vader, meneer Asser. Ik ben een slechte vader geweest, misschien. Maar u ziet het resultaat zit hier naast mij. Dus ik heb het toch nog niet zo heel slecht gedaan. Ik wilde gewoon laten zien aan iedereen, maak het goed voordat het te laat is. Ja, mooi. Maar televisie is vaak wel zo verslavend dat oudere tv-makers er moeilijk los van kunnen komen. Ook zij achter de schermen. Want een programma maken met een leuke club mensen, dat is eigenlijk heel familiair. In De Wereld Draait Door nam Matthijs van Nieuwkerk deze week met pijn in het hart afscheid van zijn vaste cameraman. Achter die camera staat Pieter. En Pieter maakt nu op dit moment zijn allerlaatste televisieuitzending. Want hij moet met pensioen. Hij wil liever niet. Hij wil liever blijven. We willen hier ook nadrukkelijk benadrukken, Pieter, dat wij jou ontzettend gaan missen. Een zoen op je voorhoofd gaat krijgen. Ja, en trouwens, ook de Zwarte Pieten in het Sinterklaasjournaal zijn verknocht aan de tv-roem die bekendheid met zich meebrengt. In het Sinterklaasjournaal zien we dat opa Piet ook nog lang niet denkt aan stoppen met werken. Beste Pieten, jullie weten, opa Piet is te oud en mag niet meer werken voor Sinterklaas. Want oude Pieten vergeet een heleboel. Ja, en toch snap ik Sinterklaas wel een klein beetje. Want ja, zo'n opa Piet kost gewoon ontzettend veel pepernoten. En we weten nu dus waarom sommige kinderen tegenwoordig ontzettend veel pepernoten in hun schoen krijgen. Het is toch veel te veel. Maar dan weten ze meteen dat opa Piet geweest is. Maar we mogen toch maar een paar pepernoten bij doen? Jullie ja, maar ik niet, want ik ben opa Piet. Maar dat heb je onszelf geleerd. Weet je wat wij vroeger zeiden? Je bent nooit te oud om iets af te leren. Och, leuk zijn ze toch, hè, die opa's en oma's.
Ja, en de divas Geer en Goor die zagen als bekend daar ook wel een markt in. En ze scoorden met vertederende oudjes de pannen van het dak. Enerzijds om te helpen, maar anderzijds toch ook om ze een klein beetje voor gek te zetten. Ook in de nieuwe talkshow Geer draait door staat een oude oma op een voetstuk. Want ja, het is altijd lachen, zo'n doof oudje. Zus, je hebt niks laten doen, toch? Aan plastische chirurgie? Ik weet niet wat je zegt. Wat zegt hij nou? Als ik? Alleen je borsten. Tja, Hilversum heeft de mensen op leeftijd helemaal ontdekt. En het kan ouderen een hoop levensvreugde geven. Maar de vraag is of het alle tv-makers daar ook echt om te doen is. Kassie kijken met Ron Vergouwen. En meer info over Kassie kijken op debestebune.nl.